Eindelijk zijn we weer zoeter, jee. Op zoek naar de Ocarina nog steeds. Leuk. Ja, die timer die blijft gewoon lopen. Die timer die blijft gewoon lopen. Dat houdt gewoon. Sonic Strife, joint ons! En op het randje. Rol een beetje door. Oh, wacht eventjes. Die zit daar beneden, hè? Ja, die zit daar beneden. Ik ga heel eventjes overschakelen ook even naar bomjuice, want... We hebben nog maar één gewone bom. En er zijn niet zoveel dingen die we nou kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld... Deze hier. Ik vind het wel grappig hoe dat we hier eigenlijk de shopteam hebben. Terwijl dat we hier ook 4 Deku Shrubs hebben. Die ons dus stuff willen verkopen. Dus ik vind het wel grappig dat we hier de shopteam hebben. Wat hebben we hier? De Serenade of Water. Wacht. Ho, die moet ons geleerd worden. Ho, stop. Navi begint ook al van, jawel, het moet. Nootje kopen. Oh, dat is wel een handige deal eigenlijk. Ik bedoel, je betaalt 20 roepies. Of je betaalt 10 roepies en je krijgt er 20 voor terug. Dat is wel handig. Ja, dan ga je voor me. Oké, extra liefde. Altijd handig. Het grappige is, hij zegt dat het 15 rupees kost, omdat hij heeft dus een oorspronkelijke tekst. Maar je betaalt er maar 10. Elke shrub heeft maar 10 rupees die hij dus zeg maar kost. The more you know. Eevee hebben we nog niet gehad, nee. Eevee komt zo, jongens. Eerst was ze aan het krijsen en nu smijt ze met potten. Dat is Navi voor je. Bevries! Hij was slim. Nee. Ik begin gewoon spontaan te gaspen vanwege een dekken. Jee. Nou, geld is in ieder geval geen issue meer. WC-papier! Ja, dat was nogal een beetje overdreven. Ja, ta-ta-ta-ta-da. Nou, het probleem is, we zouden dus wel die kant op kunnen gaan. Er zit daar een grotto met een kistje, maar dan moeten we 2 wolven voor verslaan. En die wolven die kunnen we niet verslaan, aangezien dat we hebben maar 2 Deku-steaks. Dus ik raad aan om gewoon naar de Deku-tree te gaan. Dus kijken wat die afgekeurde boom voor ons heeft. Nu kun je dingen kopen. Nou ja, wat had deze shop ook alweer? Maar we zouden de Piece of Heart kunnen kopen. Wat op zich geen verkeerd idee is. Extra walnoten hebben we niet echt nodig. De Red Tunic hebben we niet nodig. Dins Fire hebben we nog een grotere upgrade voor nodig. Dus ik zou zeggen, we kopen gewoon deze Piece of Heart. Waarom ook niet? Ik bedoel, Dins Fire is handig, maar die kunnen we nog niet kopen, want daar hebben we een wallet upgrade voor nodig, dus. Dat is een Mario, Of, dat is een Mario. Dat is een Pokémon. Waarom zou ik extra bommetjes moeten kopen? Ik serieus, dat is een waste of... We hebben meer dan genoeg bommen. Ik bedoel, we kunnen ook gratis sticks krijgen. Ah, sticks! Ah, sticks! Nee, serieus. Ik ben benieuwd wat voor muziek dat er eigenlijk in de Great Deku Tree speelt. Kom maar, doodse stilte. That's it, ik ga naar huis. Nee. Song of Storms, dat is trouwens het enemy muziekje. Dus de Song of Storms die horen we nu vanwege vijanden in de buurt. Navi, van mijn part sloop je heel de bomen uit elkaar. Dat maakt mij niet uit.
nog meer liefde, yay! Hallo. Dit is een hele gemene kamer. Heb je hier geen Deku's shield? Dan heb je hier gesoflocked. Gefeliciteerd. Nog leuker. Heb je hier nog niet de slingshot? Zorg ervoor dat je hier niet rechtdoor springt. Want dan zit je in de softball. Ik moet wel zeggen, de Great Deku Tree heeft wel heel veel liefde in zich. Nee, dit is geen softlock, want als dit plateautje er nog is, kun je namelijk eruit. Dus hebben we geen softlock. Yay! Dus ja, je kunt de pick-ups pakken, maar zorg ervoor dat je een plateautje, ja, niet bij naar binnen toe gaan. Navi, ik maak me echt zorgen over, ja. Ik vraag me eigenlijk... Ik vraag me eigenlijk toch echt af, weet je wel, van... Wat zou de low health sound zijn? Alle geluiden is Zelda gasping. Even kijken, hier zit er nog eentje die een gratis stok geeft, volgens mij. Ah. We hebben de boomerang, dus... Volgens mij geeft hij altijd een gratis stok. Ja, hij geeft een gratis stok. Als je het zwaard zou hebben, maar ja, als je de boemerang hebt, werkt het net zo goed. En we hebben Ruto's Ladder. Dus we kunnen nou King Zora helemaal doen. En we hebben onze key item, want het is de first battle. Volgens mij kunnen we gewoon bijna echt alles doen als Young Link. Behalve de... Ja, we hebben de slingshot alleen nog nodig. Als we de slingshot hebben, dan kunnen we alles doen. Ja, oké, je hebt nog de Song of Storms nodig. En de Song of Spirit. Om als Young Link daar naartoe te kunnen gaan, maar... Watertempel. Wolf, watertempel. Het valt me nog wel mee dat ik dus nu nog gewoon heb gezegd van... Kunnen hier naartoe, kunnen daar naartoe. Normaal gesproken ben je er heel stil over. En wil je dus niet dat als je aan het racen bent, de ander hoort waar dat je bent. Oh ja, geen lullaby plus Ocarina en geen skill. Dus we kunnen er nog niet naartoe. Nee, partypoeper. Dat is Mario weer hoor. Die moet weer partypoepen. Die moet weer part... Die moet weer zombie poepen. Nee, wacht eventjes. Nee. Nee. Ja, Mario en ik, we racen nogal vaak dit spel. De randomizer. En ik win dan. Volgens mij kun je jou niet raken met een... Nou ja, ik kan je stunnen. Fine, jeez. Sterf. Mario, wat is de score tussen de races van ons? Nee, hij wil not let it. Sorry, ik laat het niet los. Ik laat het ook niet gaan. Dank je, Mario. Even voor de YouTubers, 4-0. En natuurlijk wrijf ik het erin. Het is iets om trots op te wezen. Ik probeer juist Mario zo ver mogelijk te krijgen. Tot als een seat niet werkt of als je vast komt te zitten. Dat je uit gaat vogelen waarom dat je vast bent komen te zitten. Zo leer je nieuwe trucjes. Zo ben ik erachter gekomen waarom dat de vorige seat, waarom dat we dus vast zaten. Want fire arrows blijken helemaal geen key item te zijn. Hier hoef ik trouwens niet meer moeilijk voor te doen, want ik heb de boomerang. Nou, is het wel grappig? Hier eindigt ons avontuur in de Deku Tree. De reden is, we kunnen niet verder, want we hebben de slingshot niet. Tenzij dat hij hierin zit. Slingshot! Ken ik die nog? Oef. Live practicing, waarom ook niet? Bolero of fire? Tik hem even gelijk aan. Bolero of fire, ik ben op... Hallo. Doe me... Goed zo.
Ik vond het goed genoeg. Ik hoop jullie ook. Speciaal voor jullie. Doe me weer denken aan die goede tijd, weet je wel, dat ik al die liedjes op de Ocarina altijd speelde. Maar ja, eigenlijk zou ik het nog niet mogen, want ik heb nog geen Ocarina. Dat is wel waar, je hebt hem om je nek. Tel er nou niet, dadelijk wil Link hem nog jatten voor mij. Mijn Ocarina. Nou, vooruit dan. Eventjes voor zekerheid even een keer opslaan dan. Waarom ook niet? Nou, eventjes kijken, want als... Young Link hebben we nou bijna alles gedaan. Even kijken, we hebben de shrubs hier gedaan. Nee. Er zijn twee hele belangrijke dingen die ik bijna vergeten was weer. Oh. En sowieso, bij één deel komen we, gegarandeerd. Ik heb zoiets van, laten we eerst eventjes naar Hyrule Castle toe gaan. Want daarna is het namelijk dubbel en dwars het waard om richting... Lonon Ranch te gaan. Wegens meer pick-ups. Tenzij dat het nou nacht wordt. Als het nacht wordt, dan ga ik eerst eventjes terug naar Lake Hylia. Want daarna ken ik nog een paar pick-ups. We kunnen namelijk nog naar Lake Hylia. Daar zitten nog drie shrubs. En in Zora's Domein. Of Zora's Domein, daar kunnen we er niet heen. We kunnen namelijk ook nog de drie shrubs halen in Lonon Ranch. We kunnen dan de minigame doen van Melon. Omdat Zelda hebben we gedaan. Dat kon eerst ook niet. We kunnen... Van Melon kunnen we Saria's... Of sorry, kunnen we Epona's liedje leren. Wat eerst ook niet kon. Zit hier een schrap? Nee, zit er soms stomschot ook. Klopt. Mario, je kunt het nog steeds gratis gebruiken. Dus niet zo klagen. Kom op. Mario, als je rechtstreeks inderdaad support naar het kanaal wil geven, dan moet je dat via de donatie doen. Maar, nogmaals, we mogen het gratis gebruiken, dus ik vind dat we niet mogen dan. Plus, ik ben niet in een klaagbui. Als ik in een klaagbui zou zijn, dan zou ik dan gewoon beginnen van... Hé, we hebben nu de twee stromen gehad, die hebben allemaal een naam gehad. Denk je dat het naar Dennis klaar is? Nee hoor, dan zeggen ze dat er zondag weer een storm aan gaat komen. Wat is dit voor onzin? Oh ja, wacht wel eventjes. Epona's Song kon je alleen maar leren op het moment dat je de Ocarina vast hebt. Want je moet je Ocarina vast hebben, want anders kun je het niet leren. Klopt. Maar ja, je kunt in ieder geval wel de Bottle Game doen. De Chicken Game. Zelda is nog kwaad omdat zij geen bloemen heeft gekregen op Valentijnsdag. Dat komt omdat er was een trucje die we niet kenden. Ik heb mijn best gedaan. Ah ja, ze heeft ons wel de Ocarina gegeven toen. Kees heeft hem wel letterlijk naar ons kop gesmeten, moet ik heel eerlijk zeggen. Ouch. Ik heb een kip voor Zelda. Ik hoop dat ze daar blij mee is. We moeten toch even wachten tot het dag is. Dus. Oh ja, onder... nou, trouwens, het wordt al dag. Ik denk, dan kan ik dat nummer voor vuurengeltje gaan spelen. Wordt het al dag. Sorry jongens. Wauw. Nog meer confirmatie dat zij een Ocarina heeft. Dit kan niet anders. Zij moet de Ocarina hebben. Dat is even aan de kant. Wacht, dat zien ze? Ik dacht dat hij dan naar boven toe liep en... Oké, dit is de eerste keer dat ik hier de guard... Dat... Ja. Wauw. Tuurlijk. Oké, nou kunnen we. Zijn nou door... Nou, dat hij gaat lopen. En zulke kleine stapjes. Oké. La 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 la. Om meespelen op de Ocarina.
we kunnen. Jee! Jij ziet me niet. Waar moet ik nou nog een keer mee gaan spelen? Guard, ik weet dat ze het leuk vinden, maar ik serieus, ik wil nou gewoon weten of hij er ook in heeft of niet. Dus Guard, loop even door. Loop gewoon door. Moet gewoon door. Ik kom samen met hetzelfde als Lullaby, grootste boommoment ooit. Uh-oh. Dit is risky. Loop door. Als hij nu eerder loopt, hebben we een probleem. Als hij nu eerder loopt, dan hebben we een probleem. Oké. Okay. Ha, hoe, hi, ha, hi, ha, hoe. Dat was creepy. Dat is overduidelijk. Dat is normaal. Nou, helaas kunnen we niet 20 rupees krijgen. Vuurengeltje, dat kan gewoon in de clippost van de Discord. Daar hoef je ook geen permissie voor te vragen. Onze testfile is weer terug, jongens. Ja, is een gewone. Het grappige is, je kunt het opdrinken en dat heeft een random effect. Spooky. Hallo, chicken minigame. Ben ik heel slecht in, kom maar. Nice. Ja, Zelda's Mansion. Houd daar maar op. Ja hoor, wij willen wel trouwen met Melon. Jij hebt een sleutel voor de Gerudo Training Ground. Wat was jij daar... Waarom? Ja, skill drop inderdaad. Maar ja, dat is alleen maar handig bij het racen. Was het nou toch veel spannender? Anders is het zo saai als ik het echt helemaal zo vol met speedruns en alles ga doen, joh. Dat schiet niet op. Nee, dat is de andere Zelda. Dat is Majora's Mask. Dat is het vervolg op dit spel. Met de rare maan. Wil je bubbels in zijn neus schieten? Misschien gaat hij dan wel weg. Wil je gewoon bubbels in zijn neus schieten? En shoot bubbles op je neus. 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 In ieder geval, deze is best wel een overlooked, want ja, hier zitten drie shrubbies. En deze shrubbies, die verkopen ons misschien wel iets goeds. Zoals 200 rupees voor een 10 rupees. Ik vind jouw guest best wel creepy. Nee, dat is niet echt zombiepoep. Daarom gewoon vragen, joh. Wauw, hier waren gewoon 400 roepies te halen. Dit is een waste of my money. Ik kan er wel weer. Heel veel dingen van deze game. Volgens mij ook op dezelfde engine gemaakt. Alleen had je dus zeg maar extra geheugen nodig voor de Nintendo 64. Omdat ze dus animaties toe hadden gevoegd en noem het maar op. Wat de gewone N64 niet aan zou kunnen. Iets in die trend. Maar dezelfde sprites, dezelfde items. Sommige items zijn aangepast. Grotendeels dezelfde engine. Yeah. Moet Eevee daar laten zien, hè, jongens. Doe maar als we volwassen worden. And can you feel the love tonight? Nou, het zou eigenlijk wel kunnen, omdat Ocarina of Time een hele grote game, of een hele grote item is in Majora's Mask.
Lick Hylia, daar nog even de 3 shrubs. En dan inderdaad volwassen Link te gaan worden. We hebben de boog nog niet. We hebben wel de hoekschot namelijk en de Magneton Hammer. Ben ik Grotto's vergeten? Het is mijn final bommetje. Beyblade. Ja, zo zou je ze ook kunnen noemen. Beyblade. Volgens mij nog niet in de noodmuskaat, inderdaad. Die heb ik nog niet gedaan. Dat is er eentje die ik gewoon vergeten ben. Dan moet ik weer helemaal daar naartoe voor backtracken. Sorry, we hebben weer een muziekje gevonden. Ga verder met de timer. En voor YouTube doen we heel eventjes een jump cut naar een andere shrub. After you shrub all the floors in Hyrule, then we can talk about Ocarinas. Take him away! Nou ja, we moeten sowieso nog eventjes naar die 3 shrubs in Lake Hylia. Dat was onze oorspronkelijke planning. Dit is trouwens een shrub die is dus ook heel makkelijk te missen. Maar het is enorm een belangrijke pick-up. Het is geen key item, want key items die hebben we opgenoemd. Bomb juice, pijlenboog, strength upgrade, mirror shield, hover boots. Star Mighty, die gezellig joint bij Team Eevee. Dankjewel voor de follow. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je kijkt. Gezellig. Top. Leuk. Oh. Ik hoor een Skeltula. Kom hier nou toch? Waarom ook niet? Neem hem gelijk mee. Sterf, jij spin. Dank je. Het enige nadeel is dat we dus helemaal terug naar de Deku-tree moeten lopen. Ja, de Light Arrows die gebruiken ook magie natuurlijk, dus... Hallo. Waar staat de maan nu? Dat is best wel... Gaat hij de andere kant op? Nee, die gaat daar naar beneden. Dan haal ik het niet. No, I don't want to hear what you said again. Ik wil dat je opvliegt. Vlieg op! Vlieg! Weg! Sst. Smeer hem! Er is daar namelijk daarachter is ook een Golden Skulltula, maar lekker belangrijk. Hallo, ik kom je voorstellen aan mijn noten. Nog een sleutel van de Gerudo Fortress. Dus hebben we er daar al 3 van volgens mij. Ik zal daar eens even kijken. Want ja, ik kan heel makkelijk zien hoeveel sleutels dat ik al heb van iets. Oké, okay, bij de vorige was het echt van... Hé, hey, we kunnen zoveel mogelijk kopen. En bij deze voelen ze het aan als afzetters. Hi. Don't do it. Don't. Ah. Oké, okay, wij willen dus echt naar Adult Link toe. Duidelijk. Oh, trouwens, ik heb een key item. Pijl en boog. Hi. Dit is een hele makkelijke manier om snel naar Hyrule Castle weer terug te gaan. Dit muziekje erbij, heerlijk. Goed, in ieder geval... was er een belangrijk item wat we hier in de shop kunnen kopen? Want we hebben best wel veel rupees, dus... Ik wil even zo snel kijken of we hier iets kunnen kopen. En is dat niet het geval, dan gaan wij gewoon zo snel mogelijk eventjes naar Kakariko Village... Ja, we kunnen langs Kakariko Village gaan. Dan gaan we even langs Kakariko Village, pakken we de grotto, gaan we even langs de Lost Woods, pakken we daar eventjes en dan worden we Adult Link. Hoe vinden jullie die? Doen we het gewoon zo. Nou, hadden ze hier nog iets boeiends? Jij hebt niks boeiends. Je hebt enge muziek. Was jij niet heel erg duur? Nee, jij was niet heel erg duur. Excuses. Excuses, bazaar. Ik dacht dat het heel erg duur was. Nou, het punt is, ik kan wel naar Saria. Maar Saria kan... krijg je automatisch Saria's song? Want volgens mij had je daar niet de ocarina voor nodig. Of Saria, die geeft het ons de ocarina. Maar dan later. Want volgens mij, als je daar naar binnen komt... Volgens mij hoefde je niet op je ocarina te spelen. Volgens mij liep je gewoon naar binnen toe en het was echt...
Poef, pick-up. Even kijken. Dit is altijd mijn Marks de spot. X Marks de spot. Hiero. Neem ik ze na, les. Dit gaat een beetje pijn doen. Don't try this at home. Oh, trouwens, dat doet me eraan denken. Nee, ik wil er niet aan denken. Ik moet nog iets doen waar ik geen zin in heb. Don't make me do it. Oké, ik moet jullie ook nog neerslaan, inderdaad. Maar... kom je zo wel achter, Mario. Ik hou het spannend. Als cliffhanger voor deze part. Voor YouTube. De cliffhanger is real. Ah, sleutel van de Fire Temple. Nou ja, niet te vergeten dat we één sleutel van de Fire Temple zouden kunnen skippen. Maar goed, in ieder geval. Volgens mij is dat echt de laatste sleutel. Even denken. Ja, dat is de laatste sleutel. Dat is de enige die je zou kunnen skippen. Ja, volgens mij is dat echt gewoon dat wij heel de Fire Temple zouden kunnen doen. En toen stopte de stream en wisten we niet wat er ging gebeuren. Nee, Star Mighty, de stream gaat door. Maak je geen zorgen. We streamen door. YouTube heeft pech. Oh, wat gemeen is dat eigenlijk als ik dat zo zeg. Als Navi de zin niet krijgt, dan gaat ze met potten gooien. En als er een vijand zit, dan is dat gelijk... ah! Just saying. Deze muziek blijft gewoon leuk. Hallo, waren we jou bijna vergeten, mijn beste vriend? Ja, inderdaad, schokkend. You surrender, geef ons iets nuttigs. Dat was zo niet mijn tijd waard. Hallo. Meet je grootste vijand. Stok. Hij is het zo waard. Tot zelfs Navi ervan gaspt. Nou ja, Navi gaspt overal over. Ik heb de nood heb ik nou niet nodig. Goed, in ieder geval. Secret, ja. Grotto, die zit hier. En daar zitten twee wolfjes. Ouch. En als we deze verslaan, zit hier ook weer een pick-up. Zoekstok. Wacht even, dus hij dropt een stok. Hij dropt een stok. Hoe? 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 Nou, hij geeft inderdaad netjes een stok en noten. Tra la 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 la. Piece of heart. La 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 la. Oké. Okay. Zo kan hij wel weer. Ben ik wel heel erg nieuwsgierig wat Saria voor ons heeft. Ocarina hype, jongens. Ocarina hype. Het zal toch niet de Ocarina zijn? Jawel. En na dit, dan hebben we... Nee, als het Ocarina is, hebben we heel erg veel andere wegen waar we dus dan ook weer naartoe zouden kunnen gaan, dus. Mario, ik ga dat niet hard op voorlezen. Maar goed, in ieder geval, hierna moeten we dus ook nog iets heel erg vervelends doen. Namelijk in Hyrule Castle. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Dus beste YouTubers, ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Wil je de livestream zelf meemaken, dat je niet hoeft te wachten op dit soort stomme cliffhangers? Klik in de link in de beschrijving. Klik op de volgknop of volg ons gezellig op de Discord. En jullie zullen het zien. Dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Ik ben gemeen. Ik voel me nu zo gemeen.